In de 16e eeuw zag het landschap van Nieuweschans tot Zwolle er woest en leeg uit. Verzonken in onbegaanbaar hoogveenmoeras. Hier en daar lag een smalle, begaanbare zandrug. Een tange, die boven het moeras uitstak. Vaak liepen er wegen over deze tanges. En in tijden van oorlog werden er versterkingen op aangelegd. Op één plaats in het gebied Westerwolde, op de grens met het huidige Duitsland, was de tange 2 karresporen breed. Het werd onderhouden door boeren, vandaar de naam Boerentange. De geschiedenis van Boertange is een verhaal van oorlog, vrede en wederom oorlog. De geschiedenis van een land. Van één land was in de 16e eeuw echter nog geen sprake. Er waren 7 Nederlandse gewesten die samen deel uitmaakten van het immense Habsburgse Rijk dat zich over heel Europa uitstrekte. De 80-jarige oorlog bracht de Nederlandse gewesten dichter bij elkaar in hun gezamenlijke strijd tegen de Spaanse overheersing. Boertange zou in die strijd een belangrijke rol spelen. In 1580 vatte prins Willem van Oranje het plan op om de Boerentange te fortificeren. Overste Diederik van Sonoy kreeg opdracht een 5-hoekige schans op de Tange aan te leggen, om zo de toegangsweg vanuit Duitsland naar de Spaansgezinde stad Groningen af te sluiten. Zo kon de stad niet meer vanuit Duitsland worden bevoorraad. Van Sonoy had echter te weinig geld en gravers en kwam niet verder dan een afreppeling van de 5-hoekige schans. Langzamerhand begonnen de noordelijke gewesten terrein te winnen op de Spanjaarden. In 1593 was graaf Willem Lodewijk van Nassau, stadhouder van Friesland en de Groninger Ommelanden, flink gevorderd met de insluiting van de stad Groningen. Hij realiseerde de schans Boertange op basis van een nog herkenbare afreppeling van de gebastioneerde vijfhoek van Sonoy. Het werd een vesting die nooit zou worden ingenomen. Toen de stadhouder samen met prins Maurits de stad Groningen veroverde, was de macht van de Spanjaarden in de noordelijke Nederlanden gebroken. Groningen en Ommelanden voegden zich daarmee als laatste gewest bij de Unie van Utrecht, waardoor de schans Boertange niet langer nodig was om de stad te bedwingen. De schans werd daarom gekeerd en werd onderdeel van de oostelijke grenswoord. De Spanjaarden waren echter nog niet verslagen en toen zij in 1606 Twente binnenvielen, werd de schans Boertange uitgebreid. Aan de westkant kwamen 2 ravelijnen en aan de oostkant het Kroonberg Schuitendiep en een nieuwe buitengracht. Werd de vesting Boertange opnieuw uitgebreid. Het moeras, waarin de kracht van de vesting schuilde, begon uit te drogen. Om water binnen het gebied te kunnen houden, werd een leidijk aangelegd aan de noordoostkant van de vesting, de Soldatendijk. Aan de oostzijde van de vesting werden 2 vooruitgeschoven posten aangelegd, horenwerken. Binnen de vestingwallen werden de houten soldatenbarakken vervangen door permanente stenen bebouwing. En Boertange's unieke stratenplan werd aangelegd, met een 5-hoekig marktplein en 10 straatjes. In 1648 kwam een einde aan de 80-jarige oorlog met de ondertekening van de Vrede van Münster. De Republiek der Nederlanden kreeg hiermee internationale erkenning. Ook Spanje ging hiermee akkoord. Het was geen langdurige vrede, al in 1665 brak opnieuw oorlog uit. De bisschop van Münster, bijgenaamd Bommenberend, marcheerde op tegen de oostelijke Nederlanden. Daarmee werden de zorgen in de vesting Boertange groot. De palissaden in de grachten waren vervallen. De brug voor de Friese poort was onbegaanbaar en door begroeiing waren de voorterreinen ongeschikt voor verdediging. Alles werd hersteld en het kleine garnizoen van 30 soldaten werd snel aangevuld met een compagnie van 150 manschappen. Ondanks alles hield Boertange stand en kreeg Bommenberend niet wat hij wilde. Andermaal bewezen de wallen en grachten hun nut. Bij Ripsinghuizen werd de Münstersaanval afgeslagen door een garnizoen van Boertange samen met Staatse troepen. Een jaar na de aanval werd de bisschop tot een smadelijke vrede gedwongen. 6 jaar later was de vrede weer ver te zoeken. En waren de Verenigde Nederlanden opnieuw in oorlog, nu met Frankrijk, Engeland, Münster en Keulen. Het was weer de bisschop van Münster die een aanval inzette met als enige doel de inname van de vesting Boertange om de stad Groningen te veroveren. Andermaal wist de vesting de dreiging van Bommenberend af te wenden. 200.000 goudguldens bood de bisschop aan kapitein Pot van de vesting in ruil voor overgave. Maar de kapitein wist het aanbod af en liet weten dat hij 200.000 kogels gereed had liggen om af te schieten op het hoofd van de bisschop. Er ontstond een nieuwe dreiging in de opkomst van Pruisen als sterke militaire staat en enkele vorstbisdommen aan de oostgrens. Dit leidde tot waakzaamheid in de vesting Boertange. En in 1737 begonnen grootscheepse herstel- en verbeteringswerken. Architect en ingenieur Pieter de la Rive kreeg opdracht tot het ontwerpen en tekenen van nieuwe buitenwerken op basis van de oorspronkelijke plannen van Menno van Coehoorn. In de oostelijke richting werd het voorterrein afgegraven, waardoor een kunstmatig moeras ontstond, de natte horizon. Er werd ook een oplopend voorterrein aangelegd, het Glazis,
bedoeld om aanstromende troepen in een opmars te vertragen en zichtbaar te maken voor het geschut vanaf de wallen. In 1742 waren de nieuwe werken gereed en bereikte de vesting haar grootste omvang. Na een periode van rust, waarin stadhouders en regenten de republiek bestuurden, trokken in 1795 de Fransen ons land binnen. Nederland werd een vazalstaat, zeg maar een marionettenregering onder Frans beheer. De Fransen voelden zich nog steeds bedreigd door de Pruisen. Daarom zorgden zij ten oosten van de vesting, tegen de grens met Duitsland, voor de aanleg van een vooruitgeschoven post in de vorm van een voorwerk, de Linie, bestaande uit een bastion, twee redans en een batterij voor het geschut. In 1806 werd Nederland het Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon. Maar het zou nog 7 jaren duren voordat de laatste Franse soldaat was vertrokken. Bourtalla was vanaf de eerste opzet een militair bouwwerk en geen dorp. In vredestijd werd weliswaar aandacht besteed aan de woonhuizen, maar bij oorlogsdreiging verschoof de aandacht weer naar de vestingwerken, waarvan het hart werd gevormd door het vijfhoekige Marktplein. Vanuit hier marcheerden de soldaten door de 10 onderling verbonden straten over de courtines, de rechte wallen, naar de bastions. Op de punten van de bastions stonden de sentinellen, de wachtposten, die uitkeken op het moerasgebied. Daar stonden ook de secreten, de toilethuisjes voor de soldaten van het garnizoen. Zij toiletteerden hier, naast elkaar gezeten op een balk, pal boven de gracht. Bij latere graafwerkzaamheden zijn voorwerpen gevonden die uit de zakken van de soldaten in het water waren gevallen. Het belangrijkste wapen van Bourtalla, het moeras, kwijnde weg, want de verdroging was niet tegen te houden. Daarbij kwam dat de vuurkracht van het geschut van legers inmiddels aanmerkelijk was toegenomen. De militaire betekenis van de vesting Bourtalla ging in de eerste helft van de 19e eeuw verloren. In 1851 werd de vesting Bourtalla opgeheven. De militaire gronden en gebouwen werden verkocht. De kopers begonnen meteen de wallen te slechten en ze dempten de grachten met de grond. Alleen aan de westzijde bleef de buitengracht bewaard als onmisbare waterafvoer. Het Marktplein en de straten werden overgedragen aan de gemeente Vlagtwedde. Het gezicht van de vesting verdween hand over hand. In de 20e eeuw herinnerde alleen het stratenplan, een paar officierslogementen, de lindebomen aan het Marktplein en de Linie aan de grens nog aan de glorie van de vesting van Weleer. Langzaamaan werd Bourtalla een landbouwdorp. Ontvolking en vergrijzing kenmerkte het dorp in de jaren 60. De middenstand liep achteruit. Door schaalvergroting verdwenen douane- en politieambtenaren. En door de mechanisatie in de landbouw was er veel werkloosheid. Het dorp bevond zich op een dieptepunt. In een gezamenlijk initiatief, gemeente Vlagtwedde en de bewoners van Bourtalla, besloot men tot actie over te gaan en startte een grootscheepse reconstructie van de vesting Bourtalla. In de toekomst zouden toeristen de nieuwe inkomstenbron vormen voor de inwoners van Bourtalla. Eind jaren 60 startte de uitvoering van het nieuwe bestemmingsplan. De basis daarvoor waren de plattegronden en bestekken die bewaard werden in musea en archieven. Oud-Nederlandse duimen en voeten werden omgerekend naar meters en centimeters. En samen met specialisten van monumentenzorg werd op schaal en in de sfeer van vroeger een reconstructieplan opgezet. De uitvoering van dit ambitieuze plan nam decennia in beslag. Onderhandelen over de aankoop van landbouwgronden, verkavelen en het verwerven van panden. Eerst de grachten, dan de ravelijnen en palissaden. Zo kreeg de vesting langzamerhand in 25 jaar haar oorspronkelijke aanblik weer terug. In een operatie die uiteindelijk vele miljoenen zou kosten. De unieke lindebomen aan het Marktplein kregen als eerste bomen in de provincie Groningen een opknapbeurt. De vervallen officierslogementen werden gerestaureerd. Konvooimeesterhuis, commanderie en majoorslogement gaven het Marktplein weer een oude aanzien terug. Aan de Batterijenstraat staat een unieke synagoge, een bouwwerk uit 1842 voor de toen in Bourtalla en omgeving levende Joodse families. Het gebouw is in oude stijl gerestaureerd. Het is een museum met joods-liturgische voorwerpen, waar af en toe een synagogadienst wordt gehouden. Het militaire bestuurlijk centrum Het Landshuis, een van de mooiste panden aan het Marktplein, is nu een restaurant. Naast Het Landshuis staat de kerk uit 1869, op de plaats van de vroegere garnizoenskerk. Het is de eerste protestantse kerk in de provincie Groningen en hij werd in 1607 in gebruik genomen. Het kleine godshuis is zeker een bezoekje waard. De standaardmolen is een replica van de vroegere vestingmolen. Bij gunstige wind wordt er gemalen. In het gebouw ervoor staat de oude rosmolen. Deze werd door paarden aangedreven, zodat altijd kon worden gemalen, ook bij windstilte. Toen de reconstructie vorderde, verschenen ook weer de toegangspoorten en de ophaalbruggen over de grachten. We gaan nu weer naar binnen zoals ook het soldatenvolk binnenging en kunnen zien dat er in de vesting 2 arsenalen zijn, nu 1 in gebruik als woonhuis, waar vroeger opslag van wapentuig was. Het kruit lag opgeslagen in stenen kazematten, in de wallen waar ze ook nu weer te zien zijn. De reconstructie verliep volgens plan. De meeste gebouwen kregen een bestemming als bijvoorbeeld kaarsenmakerij, expositieruimte zoals de smederij en souvenirwinkels.
In de vestinglogementen zijn overnachtingsmogelijkheden. Ook het natuurgebied naast de vesting heeft een reconstructie ondergaan. De natte horizon en het glazis zijn weer ten dele hersteld. Al in 1939 had de Stichting Het Groninger Landschap een deel van het oostelijk buitengebied van de vesting aangekocht. Sindsdien heeft de stichting elementen uit het vroegere landschap in oude staat hersteld. Zo is de gracht van de Linie, de verdedigingswal aan de grens die de Fransen hadden opgeworpen tegen de Pruisen, grotendeels uitgebaggerd en van stromend water voorzien. Daarbij is de landbouwgrond van vroeger afgegraven, zodat de oorspronkelijke zandlagen weer aan de oppervlakte kwamen, waardoor flora en fauna weer konden floreren. Het buitengebied van de vesting is een bijzonder gebied geworden waar de cultuur- en natuurgeschiedenis zichtbaar zijn gemaakt en geconserveerd. Voor het Groninger landschap zijn zeldzame planten behouden en bovendien is er zogenaamde spontane natuur ontstaan doordat het gebied zichzelf ontwikkelt. Door de schrale grond zijn er bijzondere planten en insectensoorten teruggekomen. Zij trekken op hun beurt weer bijzondere vogels aan. Het beheer van dit stuk natuur is nu in handen van een kudde wilde paarden. Het zijn koninkpaarden, afstammelingen van de tarpan, het oerpaard uit Polen. De koninkpaarden grazen het hele jaar door en sturen zo de ontwikkeling van de flora en fauna. Ze markeren hun territorium met uitwerpselen, waarop kevers en regenwormen afkomen. De torenvalk eet nestkevers en op de wormen komt de das af, die af en toe een bezoekje brengt vanuit Duitsland. Men verwacht dat er binnenkort een dassenbeurt wordt verdedigd naast de vesting Boertangen. U kunt er zelf gaan en staan in het struingebied van Boertangen. Er zijn ook begeleide wandelingen, ondersteund door gidsen van de Stichting Het Groninger Landschap. Boertangen ligt er nu bij zoals er in het verleden lag. Teruggebracht in de staat van 1742, het jaar waarin de vesting haar grootste omvang had. Het wordt druk bezocht door toeristen en geïnteresseerden in de krijgsgeschiedenis. Het krijgsvolk van vroeger heeft plaatsgemaakt voor de re-enactors van nu. Elk jaar wordt de slag om Boertangen gereconstrueerd. Het is gelukt. Gelukt om de geschiedenis te behouden en te doen herleven. Boertangen is één van de grootste trekpleisters van Noord-Nederland. Waar mensen zich kunnen verbazen over hun eigen historie, cultuur en natuur.